Zonder jou tikt de klok even snel. Vrijdagmiddag bij dierencrematorium Jori in Roosendaal. Spitsuur. Bij de opening van het crematorium, bijna 25 jaar geleden, waren ze al blij met 2 dieren per week. Nu cremeren ze wekelijks tientallen honden en katten. Mensen beschouwen het meer als een gezinslid nu, hè? Vroeger zat je in een ren en dan werd hij begraven of afgevoerd, maar nu horen ze bij je gezin. Dus ik neem afscheid, jij moet nu gaan. Kale Meeuwse uit Den Bosch heeft een webwinkel met urnen, gedenkstenen, amuletten en sieraden. Allemaal om de as van overleden huisdieren in te bewaren. Dit is de urn waar alles mee begonnen is. Hier zit het hondje van mijn neef in. Haar eigen creatieve ingeving bleek een gat in de markt. De afgelopen 3 jaar zijn haar verkoopcijfers elk jaar verdubbeld. Omdat mensen steeds meer behoefte hebben om de huisdier toch een waardig plekje in het huis te geven. En ze willen toch het huisdier herdenken en een leuke urn hebben om het ergens neer te kunnen zetten. Terug naar Roosendaal. Bij het dierencrematorium komt Valerie de as van haar overleden Duitse herder ophalen. Ik heb hem nog nooit zo in mijn armen kunnen houden, want ja, het was toch een flink exemplaar. Hij wilde wel graag een schoothondje zijn, maar dat paste nou net niet. En ja, nou kan ik hem wel even lekker in mijn armen houden. En terwijl voor Valerie het rouwproces begint, rookt de schoorsteen van het crematorium alweer verder. Jij moet nu gaan, weet dat je in mijn hart altijd blijft voortbestaan.